Deze video is mede mogelijk gemaakt door Be Quiet. Een strakke en stille behuizing voor een relatief lage prijs? Hey guys, Marco hier en super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe review van de Be Quiet PureBase 600. Deze nieuwe behuizing kost momenteel rond de 95 euro. Maar is hij deze prijs wel waard? Smash vooral even op de like-knop voor deze nieuwe review en zorg ook voor dat je geabonneerd bent. En dan gaan we aan de slag met deze behuizing. De verpakking is heel erg simpel. Een kartonnen doos met daarop een afbeelding van de behuizing is daarop weergegeven. Het is een niet al te luxe verpakking. Maar halen we de behuizing uit de doos, dan wordt mijn enthousiasme wel wat groter. De behuizing oogt heel erg degelijk en ook heel strak. De afwerking van de hoeken en randen zien er ook goed uit. De afwerking van deze behuizing is daarmee ook prima op orde. Maar misschien is het jou opgevallen, op deze behuizing is een volledige window geplaatst. En dit is een nieuwe trend aan het worden in de wereld van behuizingen. Steeds meer behuizingen zijn namelijk voorzien van een glazen zijpaneel. En ik vind dit oprecht heel erg vet. Als je high-end hardware hebt, kun je dat op een hele gave manier presenteren. Aan de bovenkant vinden we een nette afsluitplaatje. Deze kun je verwijderen zodat je lucht- of waterkoeling hun warmte via de hele bovenkant naar buiten kunnen pushen. Maar wil je dit niet weghalen, nou dan kun je deze ook heel simpel laten zitten en gebruik maken van de luchtsleuven die er zijn aangebracht. En kijken we naar de voorkant, dan vallen de oranje tinten ook op. De oranje kleur vind ik zelf niet heel storend, maar wel lastig toepasbaar in de meeste setups. Zover ik weet zijn er niet heel veel personen die een oranje setup hebben. Maar hoe zit alles dan vast? Nou, Be Quiet heeft er een goede zaak aan gedaan om thumbscrews te gebruiken. En niet alleen aan de achterkant, maar ook aan de zijkant bij het glazen paneel. En tegenwoordig zijn thumbscrews meer regel dan uitzondering. De schroeven waren ook heel eenvoudig los te halen. Ze zaten niet heel erg strak. Een schroevendraaier was dus niet nodig. Het I.O. paneel is ook heel erg prettig in gebruik. Aan de linkerkant zie je een HDD lampje, een reset switch, een fancontroller, de powerbutton, twee keer USB 3.0 en de audio aansluitingen. Het zijn geen overbodige aansluitingen. En ook een heel groot voordeel, dit paneel staat ook schuin. Dit vind ik geen slechte keus. Randapparatuur kan je nog makkelijker aansluiten doordat het paneel ook schuin staat. Kijk je in de behuizing rond, dan valt op hoeveel geluidsdempend materiaal geplaatst is. Dit kan twee kanten opgaan. Je behuizing is dan wel veel stiller, maar wordt wel meer geïsoleerd. Warmte zal dus meer aanwezig zijn. De indeling ziet er ook heel erg logisch uit. Helaas heeft Be Quiet geen case voor de voeding geplaatst. Dit vind ik jammer. Door het glazen paneel zal dit veel strakker eruit zien dan wanneer deze niet is geplaatst. Aan de rechterkant is ook te zien dat er drie kooien zijn geplaatst voor je harde schijven. En bovenin is ook ruimte voor twee DVD-branders. Maar waar laat je je SSD? Nou, heel simpel. Je kan de twee plaatsen aan de achterkant van het moederbord. En dit gaat heel erg eenvoudig. Je SSD is gelijk uit het zicht en je kabel kan je er heel makkelijk mee wegwerken. Wat ik wel jammer vond is dat het staal aan de achterkant wel heel onstabiel aanvoelde. Bij het plaatsen van het I.O. paneel bewoog het frame namelijk mee. En dit vind ik jammer. Voor de prijs van deze kast had ik het wel wat steviger verwacht. Het inbouwen van de onderdelen was heel erg eenvoudig. In minder dan een uur had ik alle hardware erin kunnen krijgen. Kabels laten zich ook heel goed wegwerken, maar wees wel voorzichtig. Het rubber bij de kabelgaten laat wel vrij snel los. Ik heb een paar keer het rubber opnieuw moeten gaan plaatsen. De fans zijn standaard al aangesloten op de fancontroller. En deze wordt ook gevoed door een SATA connector van je voeding. Cable management was ook geen probleem. Aan de achterkant van het moederbord was ook meer dan voldoende ruimte voor al je kabels. Ik stond ervan te kijken dat zo'n strakke behuizing zo'n goede cable management heeft. Maar wat vind ik nou zelf van deze behuizing? Nou, van buiten ziet hij er heel erg goed en stevig uit. Maar van binnen, het is net een zwart gat. Als je geen verlichting hebt, zal het heel lastig zijn om de binnenkant van je PC ook te gaan zien. Het toevoegen van wat LED's zal zeker een verschil maken. Maar de behuizing is ook heel erg stil. Het enige geluid dat ik hoorde is gebrom van de standaard Intel-koeler. Maar van de fans van de behuizing, die waren onhoorbaar. Be Quiet heeft met de PureBase 600 een leuke Be Quiet instapkast uitgebracht. Aan de buitenkant ziet deze er heel strak uit en aan de binnenkant is het best ruim. De twee fans zijn heel erg stil en de toevoeging van de fancontroller maakt het wel iets luxer.
Wat ik wel jammer vind is dat het frame aan de achterkant vrij slap is en de rubberen ringen ook vrij snel loslaten. Maar door de demping is het geluid ook heel erg laag, maar dan wordt de temperatuur wel wat warmer. Het is wikken of wegen. Het is een fijne behuizing om te hebben als je zo min mogelijk geluidsproductie wilt. Maar was er ook een PSU-koffer geplaatst, dan was het voor mij meer af geweest. Maar zoek je een behuizing wat gefocust is op stilte en heb je maximaal 100 euro uitgeven, dan is de Purebase 600 een hele interessante keuze.